Welkom in een nieuwe aflevering van Ten Stijn en Gek. Het is vandaag even afsluiten. En dan gaan we deze hotelkamer verlaten, want dan gaan we richting het vliegveld. Of we gaan vliegen naar Wenen toe. En vanaf Wenen gaan we met mijn intro-pass naar Klagenvoet heen. Misschien met een hele leuke route. Maar we moeten even kijken hoe we naar Klagenvoet heen komen. In ieder geval, we vandaag weer een echte intro-aflevering. En niet dat richtje naar Schiphol. Dus we hebben vandaag echt intro, ja. Door de storing van gisteren, toen was ze dus echt uitgevallen geweest. Ja, ja, anders had ze zo toch al pech gehad, want ik kan niet zoveel 1, 2, 3 hierheen. Maar dus we gaan zo lekker vliegen. Even langs de security heen. En dan zie ik jullie later wel weer. Ik zeg heel veel kijk. Mijn naam is Tim. Ik ben 21 jaar oud. En ik heb een Interpass aangeschaft. Een eerste klas editie. Met die pas wil ik jullie deze corona-jarige 2021 Europa verkennen. Veel kijkplezier. I remember the feel of the air touch my skin. Nou, de check-in is ook al bekend. We moeten naar depot 4 heen. Dus daar moeten we even zoeken. Nou, security ellende hebben we gehad. Gelukkig geen corona-paspoorten hoeven te laten zien. En dan komen we bij het eerste uit. Winkeltjes en zo. O jee. Nou gaan we ons duurste ontbijtje ooit eten. Want we zijn voorbij de douane en Nederland is altijd al een duur land. Dus wat even kijken waar we gaan lunchen. Iets met Laplace en zo. Het is een gek food review. Een of andere broodje kip met talge met een cappuccino. En we hebben dit als uitzicht. Ik zeg eerst maar. Ik weet ook al gekeerd, we moeten gewoon naar B31. Maar daar komt nog eens een andere vlucht aan naar Lissabon. Maar daarna komt mijn vlucht. Dus we gaan denk ik nog hier nog even in het eerste nog even kijken. En daarna met de vlucht gaan. Dus toch een kwart om 9. Dus om 9:30 kunnen we hier in worden. Dus dan kunnen we kwart over 9. Maar je kunt ook om 9:30 worden. Dus we gaan dan even hier nog even kijken. Mijn vlucht staat erop de 9:45 naar Vienna. En het ding is er al. Nou, daar zitten we dan in het ding. Opgevouwen. Met mijn 1,90 meter. Pas ik hier gewoon niet in. Dat heb ik altijd met vliegtuigen. Maar ja, zo zit er wel comfortabel. En deze neem ik tot aan Vienna. Am I real? 'Cause I felt something leave from within. I feel empty. Have I got nothing left to give? Am I living? 'Cause I only felt alive with him. I'm driving in the night, the hood down. It's when I feel alive, when no one's around. The darkness deep inside comes to light now. But it's alright, it's alright. I can break no heart. My body break, my heart give up. Why did darkness come? I felt the lightning shake me into hell. Why did darkness come? I wanna stay in here where I feel known. Why did darkness come? Something keeps waking me up. Why did darkness come? Aangekomen in Wenen, vlughaven. En dan gaan we even met de trein verder. Want we hebben natuurlijk een interrailpas. We gaan hier de kelder in. Maar ik lieg me wel over als het gaat om corona met vliegtuigen. Want ik werd hier in Oostenrijk wel gecontroleerd. In Nederland niet. Maar in Oostenrijk wel. Dus dan weet je dat alvast. Nu gaan we verder met de trein. De volgende trein staat er voor mij ook op. Dat is de Railjet voor 12:47 naar Veldkirchen. Eén scenario wat wij hebben is geen gereserveerde zitplaats. Dus die kans is wel iets groter dat we moeten staan. Maar dat weet ik dus niet. Komen we vanzelf wel achter. Die trein nemen we tot aan Salzburg. En Salzburg moeten we nog één keer overstappen. Op een intercity. Staat mijn trein erop. De Railjet Express naar Veldkirchen. Dat is mijn trein. Tide, come on, give in to it. Tide, don't break. I'm tired. Tide, come on, give
parkeerplaatje bij macht in deze Eurocity. Het is een hele comfortabele trein. De stoelen die zitten ja, een beetje los. Maar je kunt ze helemaal naar achteren neerzetten. Het zijn dezelfde soort stoelen als in de Intercities van de Duitse baan. Dus ik vind het helemaal prima. Met deze trein gaan we naar Salzburg. Voetregio, een dikke schnitzel met kroosnerspil, malserpils. Dus binnen gegeten, zo denk ik wel lekker smaken. Nog even laten zien. En deze trein heeft blijkbaar heel veel wc's. Oké. Nou, ik moet toch plassen, dus geen schaamte. Dus ik ga toch even plassen hier. Maar wel heel mooi beschilderd ook. NS, kun je ook een voorbeeld aan geven? Ik ga meer dingen van deze trein laten zien als we toch nog even naar Ronde bezig zijn. Dit is een stiltecoupé. En er is ook nog een business class en die wil ik jullie nog even laten zien. Nou, hier betaal je dus als je een interpas meer voor. Ja, het zit allemaal in hokken. Zo, dus business class is dit. Je hebt ook stroom. Allemaal luxe stoelen. Betaal je meer voor. Vind ik zonder geld. Ik kan beter een eerste klasse zit plaatsnemen. Dat is eens wat ik jullie even wil laten zien van deze trein. Tweede klasse is hetzelfde als in de eerste klasse. Het is gewoon een grote ruim met 4x4 opstelling. Dus heb je een beetje een zicht hoe de UBB netje eruit ziet. Het mooiste is van deze trein is, deze trein rijdt 200 km per uur. Dus dit is geen timelapse modus, nee, dit is originele modus. We rijden inderdaad echt zo hard, 200 km per uur. Nou NS, kun je ook een voorbeeld aangeven. Nou, mijn beeld van de OBB wordt nog steeds positiever. Ik kom maar in Salzburg en zelfs moet ik nog één keer overstappen op een Eurocity in de richting van Klagenvoet. Dus nog één trein hierna nog en dan hebben we dus op ons eindbestemming. We zijn in het mooie station van Salzburg. We gaan niet zo met een Eurocity mee. Maar wat ik wel opvalt is dat er wel Duitse treinen rijden gewoon, dus ik vind het een beetje een vaag systeem dit. Dus er zaten ook wel gewoon ook allemaal Duitse treinen hier op het perron. Een Duitse Intercity en Duitse regionaaltrein en Oezolstrijk. Wat is dit? Waardeloos systeem. Dit is weer een soort... En het is ook nog een Duitse trein! Nee, niet de Duitse trein. Dus we mogen in een IC-mod. Als dit überhaupt de Eurocity naar Klagenvoet is. Dat lijkt mij wel. Dus we mogen met een Duitse trein mee. Ja, dat is mijn trein. Dus we mogen met een Duitse trein mee. Bewijs. IC Mod. Zit ook op de IC Berlijn. Ik heb dus inderdaad wel gelijk. Dus inderdaad de Eurocity naar Klagenvoet. Dus deze stopt dus ook op Porsche. En op Bad Gastein. Dus dit is wel een hele leuke route dit. We gaan zo meteen ook over de Tauernspoorbaan. Het is een spoorbaan tussen Salzburg en Villach. En die gaan dan langs de Maal niet. Een man is een heel mooie spoortunnel is dat. Dit wordt echt de ultieme rit. Ik heb hier echt heel veel zin in. Kijk, dat is het nieuwe gedrag van een lok. Oude locomotief. En die rijtuig moet ik graag nog een keer uitproberen. Daar kunnen er een raam van open. Het zijn S-baantreintjes. Komt dat die in Carinthië ook rondreden? Ga ik die zeker even opzoeken. Want dat vind ik wel heel mooie treinen. We vertrekken dus nu uit Salzburg. En dan maar even shitzooi op de laptop maar even doen. Keep it.
interrail toe doet en je bent in Oostenrijk, stap dan ook even hier een station van St. Johan in Pongo uit. Er zijn twee St. Johans in Oostenrijk. Je hebt St. Johan in Tirol en je hebt St. Johan in Pongo. Dat is St. Johan in Pongo, een heel mooi stationsgebouw. En als jij FM bent van oude gebouwen, dan kun je hier ook zijn. Want de hele land, daar is een tankgebouw. Daar stond nog zo'n oude I-45 sirene op die tank. Dus echt mooi. St. Johan in Tirol is trouwens ook een aanrader. Dat is ook een heel mooi station, een heel mooi plaatsje. Maar ja, daar komen we vandaag niet langs, want dat is in Tirol. En we komen vandaag niet in Tirol. St. Johan in Pongo. Een van de ene laatste plaatsen in de regio Pongo. Als jullie snappen waarom ik voor deze route heb gekozen, dan zijn jullie helemaal gek. Want dit is echt de mooiste spoorlijn die ik ooit heb gedaan. Echt, heel mooi. Kijk maar. Kijk, bergjes en zo. Het is hier echt heel prachtig. Vooral dat stukje tussen St. Veit en Bad Gastein. Dat is het plaatje waar we nu doorgaan. Is echt een hele mooie route. Echt tussen tunneltjes en bruggetjes. En diep in het dal. Kijk, daar nog een mooi dorpje. Gewoon die bergdorpjes en zo. Echt, ik vind het echt super geweldig. Van Bad Hooggastein. Echt een mooi station hier. En de voorziening van dit station is een, je kunt hier jezelf parkeren. Oké. Parkeerplaats. Maar het is hier wel heel mooi. Dus Bad Hooggastein is ook echt een heel mooi skigebied. Het is ook heel erg populair onder Nederlanders. Dus het is echt hier. Moet je echt een keer naartoe gaan, want Bad Gastein is echt heel mooi. Dit is het station van Bad Gastein. Dit is het laatste station in Salzburg. Hier gaan we de tunnel onderdoor. De Malnitz-tunnel is dat. En die komt dan uit in Carinthië. Hier, echt daar. Het is echt heel mooi. In de winter is het hier heel druk. Want wintersport. Maar ik vond het hier ook wel best wel druk op dit stationnetje. Heel veel wandelaars. Maar die gingen allemaal in de tweede klas. Dus tot nu is het echt rustig in de eerste klas. Dat is echt wel een voordeel dit. Nog steeds een leeg coupeetje. Dat vinden we natuurlijk wel heerlijk. Dit hoort, zo hoort de reizen te zijn. Heerlijk privé. Daar kan ik echt van genieten. Dit stationnetje is Brok niet, of zo mag heten, iets met zo. Kun je auto's op de trein zetten. De auto's moeten dan door zo'n slagboom heen. En die worden dan, dit is dan de trein. En dan de auto's dan opgezet. Dus ook de Malnitz-tunnel heet dit ook. We gaan zo meteen ook een tunnel door. Want deze weg loopt hier door. Dus als je met de auto naar Carinthië wilt, dus moet je eigenlijk op de trein. Heel veel treinspotters hier. En dit is dan de tunnel. De Malnitz-tunnel. Kijk, dit is wat ik net zei. Dit is die autotrein. Die, ja. Dus dat ding bestaat wel. En dit is een Malnitz. Vellag. Ja, wat is dit? Best wel mooi hier. Zee in Carinthië. Nog één verstemming. Veld aan Wörthersee. Zijn er bijna. En dus er is een privé-coupé met één persoon daar dan. Die hier helemaal vooraan naar de trein zit. Dus echt. Het is hier wel netjes. Echt, kun je niet zeggen als Oostenrijk. Oostenrijk is echt een spoorland. Alle nettere treinen, nettere perrons. Goede service. Nou, OBW, ik heb van mij een dikke duim.
En dan gaan we even back to the 80s. Ja, het is hetzelfde als wat op de Isabel en Hulk zit. Voilà. Nog een zwaar deurtje. Leuk of het deurtje kapot is. We zijn er! Eindelijk! We gaan nog een knossen. Nog even een bonusmodus. Zo. Zo. Oh, ik mocht nooit zomaar zo de ding eruit doen. Zo, ik ga de video afsluiten hier. Achter mij is het goed gebouw, kijk maar. Van mijn hotel, mijn uitzicht. Mijn hotelkampvideo komt op een andere video van mij. Nou, dicht. Kijk je lekker uit op een bouwstellen. En ja, en daar ben ik niet zo blij mee. Ik keek tegenover van op mijn luchtalarm. Oftewel van de vrijwillige firewear. Nou, die was vannacht dus één keer. Nee, die was gisteravond één keer afgegaan. Nou, je schrok je helemaal de pleuris. En verder, je treut je heel erg naar voedsel. Ja. Uitzicht is niet echt mooi. Maar ja. Je kent, zeg ik maar. Dus, abonneer op mijn kanaal voor meer. Morgen gaan wij dikke kabelbaantjes filmen. Dus, ook wel leuk. Ja, het is allemaal voor kleine mensen gemaakt. Dus, ja. Dus, morgen lekker kabelbaantjes. En zeg ik, oudoe.